our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. As the chemicals that take us higher. And onze elving weg daar. The night's en rijk naar Eeschpuiten. Die geniet van het zonnetje. As she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Wanna dance to the light. Hey. Pulls us from the sky. Just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. Vrouwtje, hè? Ja, lieve vrienden, welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Ja, zeker te weten. En ik ben gisteren helemaal vergeten af te sluiten de dag, dus ja, I'm so sorry ervoor. Maar onze Willy is er weer, dag Willy! Hoi hoi! En onze Elwing ligt daar. En Rijka is buiten, die geniet van het zonnetje. En ja, wat voor dag leven we vandaag weer? Op maandag. Ga je even naar de kant. We leven weer op maandag. En ik heb dat nog niet eens niet aan. Ik moet eventjes mijn scherm veranderen, anders weet ik niet hoeveel. Ik weet niks. Nee. Ja, hoppata. Het is de 22e, nog steeds van de eerste maand, ja. En ja, jullie weten welk jaar het is, 2024, en we leven om 13:27 uur, ook dat nog, ja. En we gaan er vandaag weer er tegenaan. Ik heb een koffie nog staan, wil je hem, we hebben hem al op. Maakt niet uit. Ja. Het is geen wedstrijd, wel? Nee, toch niet? Nee. Oh. Nou, had gekund, hè? Ja, het had gekund. Maar ja. We maken er geen wedstrijd van. Nee, doen we niet. En hoe vind je mijn nieuwe bureaublad? Oh, dat. Mooi, hè? Ja. Even bij de afbeeldingen Lady in the Red en type, je komt haar ook tegen. Ja, ik ben gek op die dat, ja. Dat vind ik mooi, maar het is net zo'n heks, hè? Die hand zo, die dan. Ja. Zou best kunnen, hoor. Ja, het kan ook een rood kapje zijn. Maar ja, ik vind, rood kapje, hè? Ik vind het mooi. Rood kapje doet dit niet. Met die hand. Ja, je weet me nooit. Ja, je weet niet, hè. Maar in ieder geval, ik vind het mooi. Je mag zo naar buiten. Binnen. Ja. Nee, naar boven. Ja, wil weer weg. Nou, dan gaan we dat zuimpjes even doen. Ja, hoor. We gaan dat zaampjes even doen, hè? Jij wilt weer die kant op je schat. Ja, daar staat jouw nat voor, hè? Ja, doe maar gauw. Doei, doei. Ja, die moet weer lekkere hapjes doen. En dat komt helemaal wel goed. Ik ga zo meteen mijn meisjes uitlaten. Ja. Ook dat komt helemaal goed. Enkel, ik ga eerst mijn koffie drinken en als ik terugkom met de meisjes ga ik een broodje eten. Ja. Komt ook helemaal goed. En ik zou zeggen, we houden gewoon vol goede moed of niet dan? Ja toch? Komt allemaal goed. Ja. En gewoon in jezelf blijven geloven en in onze lieve Heer. Ja. Dan komt het ook allemaal goed. Ik zou zeggen, geniet ze, want het zonnetje schijnt weer. Dus ja, de grijze lucht van gisteren is weer verdwenen. We hebben hier en daar wel, geloof ik, denk ik, een wolkje. Ja, ik zie daar weer iets gaan wat niet behoort. Hele rare wolkjes. Vreemd. Maar in ieder geval, ook heb ik weer een vliegtuig gezien met een streep. Ja, denk dat was een korte streep. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Nou, leggen ze daar niet lief. Geweldig, hè. Zo lief, zo lief. Ja. Daar geniet ik nou van. Lekker tegen elkaar aan. Ja, daar geniet ik van. Ja.
Nou ja, ik heb dus verder nog niks gedaan. Want ik ben zo moe. En ik ben trouwens ook bezig voor jullie. Voor ons, voor mij, voor jullie, voor jou, voor u. Weet ik veel voor wie allemaal. Ik ben met een vlog bezig. Dus ja, en ik had last van mijn ogen. Die zijn ontzettend droog. Ik zie af en toe amper wat moet ik hebben met knipperen en doen. Ja, Willy is natuurlijk al lang alweer naar huis. We hebben nog samen, nadat ze klaar was, nog een bakje gedaan. Kon al even, zei ze, dus hebben we gedaan. Helemaal leuk, helemaal gezellig. En voor de rest, morgen weer een dag. Ja hoor, ik... En ik heb maar het gevoel dat mijn bril smerig is, maar die is niet smerig. Nee, die is wel schoon, maar... Ja, ik kon gewoon mijn ogen niet willen vandaag. En hoe laat leven we? Het is 16:55. En het wordt alweer schemerig. Maar we hebben het wel een mooie dag gehad qua weer. Nou zegt hij daar 8 graden. Daar ook. En dan gaan we hier ook momenteel, gaan we even kijken. Ik zie een luchtballonnetje. Ah. Regen, die is gek en een paraplu, wanneer, waar, wat? Geen veldje te bekennen, geen wolkje te bekennen. Hoe dan? Waarschuwingen voor zwaar weer, mogelijk hinder door wind vanaf maandag 16:28. Nou, dat is het al langer geweest. Plus 01 plus 00 tot en met dinsdag 00.27 plus 01.00. Ik weet niet hoor. Prachtig mooi weer. Maar gisteravond begon het pas te spoelen en te plensen. Maar gisteren, voor de hele dag, zeiden ze maar dat er regen kwam. Ik heb de hele dag geen regen gezien. Wel bewolking, dat is grijs en grauw, maar... Nog pendendo hoor. Dus ik weet het helemaal niet hoor. Pak een paraplu. Regen eindigt om 7. Het is bijna 17 uur. Hoe dan? Weet je? Oh, dat vind ik heerlijk. Leuke humor. Ja hoor, niks van te betekenen. Ook daar niet. De buialarmen niet. Ik vind dat zo humor hebben. Ik wou net zeggen. Daarnet... Ik heb het nou weer ververst. 8 graden, maar daarnet stond het, voelt aan als 9. Ik denk, dat klopt niet. Ik denk, daar heb ik mijn mond even over. Heb ik hem weer aangedaan, nou staat er inderdaad 8 graden, voelt aan als 3. Dat klopt beter. Jongens, waar zijn ze mee bezig? Ja, echt, hè? Regen eindigt om 17 uur, later meer mogelijk. Ik weet niet of ik het jullie kan laten lezen, maar we proberen het. Onderin staat dat. Heel bizar. Ach ja. De wonderen zijn de wereld niet uit. En ja, we weten het allemaal. Degenen die wakker zijn, die weten het gewoon. Dat het weer wordt geregeld. Hè? Het zonnetje, de regen, de sneeuw, onweer. Noem maar op. Het hele weer gebeuren wordt geregeld in Harp. Ja. Dat weten we nou zo langzamerhand wel. Ja, Harp. Schrijf het even met hoofdletters op. Want zo moet je het ook schrijven. Harp met hoofdletters. De H van Hendrik. De A van Anton. Nog een keer de A van Anton. De R van Richard. En de P van Pieter. Schrijf dat met hoofdletters op. Je, bij Google. Desnoods neem je de afbeeldingen erbij. Dan zie je gelijk wat het precies inhoudt. En... Dus schrik je eigenlijk, ik weet niet wat. Want je ziet er allemaal, je sprietjes de lucht in, hè. Antennes, laat me zeggen. Het is bizar. Ja, het is gewoon bizar. Maar in ieder geval, doet er allemaal niet toe.
Ik ga verder met die vlog. En ik hou jullie natuurlijk op de hoogte. Misschien dat ik er vanavond nog eentje kan maken. Als ik eerst deze maar af heb. En als ik niet zo moe ben, kan ik inderdaad een tweede doen. Maar ik ben moe. En ik wil niet naar bedje toe. Nee, dan slaap ik vannacht niet. Zo is het wel. Ja. Dus ik zou zeggen, geniet verder van jullie namiddag, want dat is het. Misschien nog een bakje koffie of een bakje thee of een sapje voordat je gaat eten. Voor daarna smakelijk eten. Bon appétit. Ik weet niet wat je gaat eten. Ik weet ook niet wat ik ga eten. Nee, ja, misschien patat. Het is maandag. Dus we zien het wel. Ik weet ook niet of Mario nog deze kant op komt. Ook dat weet ik niet. Dus we merken het wel. Ik zeg, lieve vrienden, geniet gewoon van jullie dingen. En geniet een beetje mee. Doei, doei. Mag die bij jou wat zachter? Ja. Hé, hey, mijn meisje. Kiekeboe. Elwing. Kiekeboe. Inkel Rijka kijkt er verder niet. Nou, er staan twee bakjes koffie op de tafel. Ja. En we hebben ook lekker gegeten. En wat? Ja, patat. Eet het rem. Hey. Hey, goedenavond. Daar waren we weer. Hè? Ja. Lekker bij elkaar. Lekker gezellig. Lekker knus. En lekker gegeten. Ja. En nou de koffie. Of niet dan? Even lekker. Ja, even lekker. Ja. Nou, en de vlog die is klaar, die kan ik naar YouTube brengen, dus dat komt ook helemaal klaar. Netjes. Dat netjes. Dacht ik. Ik heb mijn best alweer gedaan, dacht ik zo. En we zitten in de film te kijken, maar er is nog reclame met koetjes. Koetje boe, boeren houden van koeien. Ja, ik hou ook van koeien. Zeker, ze hebben grote vriendinnen. Ik ben ermee grootgebracht, dus ja. Helemaal leuk, gezellig. Wij maken er nog een lekkere avond van, totdat Mario weer naar huis toe gaat. Ja, we zitten nu in een film, maar ja, althans reclame nu. Maar we gaan lekker genieten. Ja, dus ik zou zeggen, geniet lekker mee. Moet die poot omhoog blijven? Moet die poot omhoog blijven? Moet je haartjes ook weer bijknippen bij je ogen? Hé? Ja, inderdaad. Maar in ieder geval, lieve vrienden, het is uw laatste zat. Het is 16 minuten over 2. Dat ik ga een verdieping hoger zoeken en lekker slapen. Ja, want vandaag komt Erwin weer rond een uur of 1. 13 uur dus. En ja, dan wil ik wel even fatsoenlijk geslapen hebben. Ik ga een kruikje klaarmaken voor mijn voeten, want anders leg ik mezelf weer kapot te trappen. Dat moet maar niet. De meisjes de tuin nog even in. En ja, we hebben een gezellige avond verder gehad, et cetera. Ook Mario, dat weten jullie dat die er was. Dus ja, gezellig. En dus, maar het komt allemaal goed. En we houden gewoon vol goede moed. En ik ga de boel hier wel afsluiten. En dan zien we het vanzelf al. Ik zou zeggen, geniet van jullie nachtrust. Welterust, dus slaap lekker met mooie dromen. En, ja, jullie weten het. God die houdt over ons allemaal op de wacht. Daarom zeg ik gewoon, graag tot aan de andere kant van de nacht. En, ho, ik zat vast met mijn pootje van mijn statief aan mijn muismat. Kan ook. En daarom begon het even te trillen. Maar ook zijn er een heleboel mensen een beetje radeloos, wat ziek en wat angstig. Moeten jullie niet wezen? Nee. Jullie hoeven nergens bang voor te zijn als jullie maar vertrouwen hebben op onze lieve Heer. God onze Vader die in de hemel zijt. Heb alsjeblieft vertrouwen, dan komt alles goed. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, gewoon niet bang zijn. Nee. En morgen? Nou, heb gewoon een fijne dag. Geniet ervan. En doe gewoon leuke, gezellige dingen. En geniet van datgene wat je doen gaat. Dus tot morgen. Doei.